Lopend, fietsend of met de auto. Er zijn veel manieren om elke dag op school te kunnen komen. Veel leerlingen van OBS Mondriaan worden met de auto gebracht, maar dat moet anders. Daarom was er donderdag een speciale dag om de auto te laten staan. De schoolbrengdag. Veel kinderen wonen eigenlijk heel dicht bij school. 80-90% woont vaak binnen een kilometer of een paar honderd meter van school. En dan kun je ook best lopend of met de step of met de fiets. Dat is goed voor jezelf, maar is ook beter voor de veiligheid bij de school. Want al die auto's zijn niet alleen slecht voor het milieu en de gezondheid. Ze zorgen ook nog eens voor verkeersopstoppingen bij de Dordtse scholen. Maar zo'n speciaal aangekondigde dag heeft effect. Er zijn wel wat meer mensen die met lopend of met de fiets komen. Sommige mensen niet, dan gaat het ook niet, die wonen te ver weg. Dus ze komen dan toch met de auto. Of als ze echt hele kleine kinderen hebben. Als ze daar, dan zou ver fietsen nog gevaarlijk zijn. Dan zouden ze niet zelf kunnen fietsen, maar moeten ze met de ouders mee. Maar je merkt wel dat ouders aandacht aan hebben besteed. Om lopend of fietsen naar school te kunnen, moeten de kinderen wel weten hoe ze veilig aan het verkeer moeten deelnemen. Daarom starten op OBS de Mondriaan de verkeerslessen al in groep 1. Ik heb net een stukje meegelopen met de jongste groep, kleuters, om te kijken hoe je nou moet oversteken. Nou, dat is heel goed om al vroeg mee te beginnen. Ja, alle verkeersregels komen natuurlijk gedurende de hele schoolloopbaan aan bod in alle 8 jaar. Dat begint bij de kleintjes inderdaad met het leren uitsteken van je hand. Of het goed kijken links en rechts. En in groep 8 gaat dat zelfs zo ver met vrachtwagens en dode hoeken en hoe je daarmee om moet gaan. Ook op 3 andere Dordtse scholen werd vandaag de speciale schoolbrengdag georganiseerd.